dames en heren, ik open de vergadering. Heet iedereen van harte welkom in de zaal, op de tribune, degene die thuis meekijken. We zijn een kwartiertje later begonnen en dat heeft te maken met het feit dat we als raad en aanwezigen even naar buiten zijn geweest. Een lichtmonument van de herdenking van de Holocaust. En het ligt hier een week en dat is een plechtig moment om even bij elkaar tot ons stil te staan en laatste te denken en stil te staan bij al die mensen die daar een slachtoffer zijn geweest van nazi-terreur in de periode tot 1945. Ik heb bericht van verhindering van de heer Geesink, de heer Kuipers, mevrouw Meijerink, mevrouw Ruske en de heer Ten Katen is ook afwezig vanuit het college. De actuele vragenronde, daar hebben ze geen vragenstellers gemeld. Passing van de agenda, ik denk dat u, mevrouw Van Veen, een vraag heeft. Nu het woord. Voorzitter, ik zou willen vragen of er een motie vreemd op de agenda geplaatst mag worden. Ik zie u allemaal uitbundig knikken, dus dat is het geval. Ik stel voor dat we die toevoegen aan agenda punt 7, als 7a, voordat we met de hamerstukken beginnen. Akkoord? Spreekrecht bij agendapunten. Ik heb begrepen dat daar geen gebruik van gemaakt wordt. Ik zie ook niemand die daar aanstal toe maakt. Dan het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering, die van 14 januari jongstleden. Die is akkoord. Ik weet niet of er dingen zijn naar aanleiding van. Ook daar zie ik geen woordmeldingen. Dat brengt ons bij de bespreekstukken. Als eerste de vaststelling van de beleidsinstitutie erven met kwaliteit. We hebben daar in de opinierende ronde al over gesproken. En ik kijk eventjes, ik wil dit maar een keer beginnen bij de heer Boshoven, dat het woord vraagt. En dan draaien we wat mij betreft met de klok mee. Nou, voorzitter, ik doe het even naar vier. Ik vind het mooi dat u bij mij wil beginnen, maar eigenlijk hebben wij hier geen bijdrage over. Wij vinden het een prima plan. We steunen een aantal ingediende moties, maar om nou helemaal daar naartoe te lopen, om dit te zeggen, vind ik ook een beetje veel van het goede. Dank u wel. Het is wel erg, hoor. De motie nog niet is ingediend. Wat dat betreft loopt dat voor de troepen uit. Als we eerst even indienen, dan kunnen we het erover hebben. Dat is misschien het handigste. CDA-fractie, de heer Van den Berg. Voorzitter, dank u wel. 503 locaties hebben zich aangemeld voor de opkoopregeling sanering varkenshouderij. Daarnaast is er nog een landelijke stapelsregeling varkens- en pluimveebedrijven. Dit betekent dat stallen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan het besluit emissiearme huisvesting. Voorzitter, de prognoses laten dan ook zien dat er veel agrarische bedrijfsgebouwen vrijkomen omdat boeren stoppen met hun bedrijf. Zonder vervolgfunctie treedt er verpopering op van dit vastgoed. Dat is niet wat het CDA wil en zeker niet wanneer het landschap ontsierende bebouwing betreft. De CDA-fractie is dan ook blij met de evaluatie van de huidige rood voor rood regeling. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat de gemeente faciliterend wil optreden waar het gaat om de invulling van de vrijkomende agrarische bebouwing, waarbij het voor het CDA heel belangrijk is dat eventuele nieuwe functies geen belemmering mogen vormen voor de blijvende agrarische bedrijven. Voorzitter, de agrarische sector is en blijft een belangrijke economische drager. Naast functieverandering is er ook gekeken naar sloop en nieuwbouw. De CDA-fractie kan ook in grote lijnen instemmen met de beleidsnotitie erven met kwaliteit. Er zijn nog een drietal punten waar we als CDA-fractie graag aanscherping zien of verandering. Ten eerste, voorzitter, het CDA ziet graag als initiatiefnemers het wenselijk vinden maatwerk moet kunnen worden geleverd voor het realiseren van twee inritten en uiteraard met een achtneming van de verkeersveiligheid. De VVD-fractie zal hierover een amendement indienen. En die dienen we graag samen mede in. Ten tweede, voorzitter, een ruimere toepassing of definitie van bestaand erf. En een ruimere interpretatie van lintbebouwing. Het CDA kan zich dan ook vinden in de toelichting zoals vermeld bij de motie van de ChristenUnie. Met een achtneming van het LIC, landschap identiteitskaart. En zal deze dan ook graag mede indienen. Dan de derde, voorzitter. Als gemeente stoppen we veel geld in de realisatie van nieuwe scholen in het buitengebied. Willen wij deze scholen van leerlingen voorzien, dan zal er meer aandacht moeten komen voor huisvesting van jongeren en dus jonge gezinnen.
Betaalbare woningen voor jongeren en senioren in het buitengebied is omwille van de leefbaarheid zeer gewenst. De CDA-fractie wil dan ook graag een stimulans geven voor een meer onder één kap woning door een aangepaste sloopeis, zoals bijvoorbeeld in Zwolle en in Deventer. Voorzitter, de CDA-fractie wil dan ook graag een motie indienen, samen met de ChristenUnie-fractie, VVD, D66, N50+, en GroenLinks. En als u mij toestaat, zou ik me graag willen beperken tot het dictum. Draagt het college op om in 2020 te starten met een pilot waarbij de basis van de beleidsnotitie erven met kwaliteit een 2- of 3-kapper gerealiseerd mag worden, waarbij een gereduceerde sloopoppervlakte als voorwaarde dient. De uitkomsten van deze pilot te betrekken bij de evaluatie die een jaar na invoering zal worden gehouden. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Voorzitter, de CDA-fractie wil nou ook. De CDA-fractie heeft nog een aantal technische vragen gesteld en deze zijn uit tevredenheid beantwoord. Waarvoor dank. Nogmaals dank aan Vitaal Vegdal en LTO Vegdal voor hun inbreng. En de CDA-fractie wenst dan ook de ambtelijke organisatie en het college veel succes met de uitwerking en realisatie van het beleidsplan Erven met Kwaliteit. Tot zover. Dank u wel. Fractie van de ChristenUnie. De heer Odink maakt zich al op om deze kant op te komen. Voorzitter, dank u wel. Het beleid erven met kwaliteit komt in plaats van de huidige rood voor rood regeling. Het doel blijft gelijk. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door de sloop van landschap ontsierende gebouwen. Voorzitter, we spraken het ook al uit in de oriënterende ronde. In de basis zien wij een goede en een nieuwe beleidsnotitie. Een beleidsnotitie die in goede samenwerking en met inspraak van Stichting Vitaal Platteland en LTO Noord tot stand is gekomen. Dat mag onder andere wel blijken uit de hoeveelheid zienswijzes die zijn overgenomen. Maar toch, kijkend naar deze beleidsnotitie, willen wij graag als ChristenUnie enkele accenten leggen. Niet omdat de huidige beleidsnotitie tekortschiet, maar we zien dit meer als een versterking van de voorgestelde beleidsnotitie. En de accenten bieden meer flexibiliteit voor het buitengebied die wij als fractie noodzakelijk zien. Groeien in balans zag ik vandaag al eens voorbij komen. Maar dat geldt ook voor deze beleidsnotitie. De juiste balans tussen enerzijds duidelijke kaders en regelgeving, maar toch ook op zoek naar de nodige flexibiliteit om op een rechtvaardige wijze maatwerk te kunnen faciliteren. Voorzitter, die accenten leggen wij door met deze motie te komen, maar ook om de motie van het CDA mede in te dienen, waar het de mogelijkheden vergroot om ook 2 of 3 kappers te faciliteren, waarbij gereduceerde sloopoppervlakte als voorwaarde dient. Met het CDA, de VVD, 50PLUS en GroenLinks dienen wij de volgende motie in, waarvan het dictum luidt: bij de interpretatie van een bestaand erf uit te gaan van een bestaand erf waarbij er in de nieuwe situatie sprake is of blijft van een ruimtelijke erfenensemble, en bij de interpretatie van lintbebouwing uit te gaan van een reeks woningen aan een weg met open ruimte tussen de erven. Uitgangspunt is dat de linten zonder kwaliteitsverlies van de landschapskenmerken, benoemd in de landschapsidentiteitskaarten, verdicht of verlengd kunnen worden. En te proberen hiervoor een 2-tal pilots te realiseren en bij de evaluatie over een jaar deze uitgangspunten nadrukkelijk te betrekken. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. We doen een motie 2, waar de vorige motie 1 geworden is. Ja. Dank u wel. Voorzitter, wij als ChristenUnie vinden deze beleidsnotitie erven met kwaliteit belangrijk. Met de aanpassingen in dit beleid die meer aansluit bij de huidige praktijk, verwachten wij dat meer ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Met als uiteindelijke doel de ruimtelijke kwaliteit van ons mooie buitengebied te verbeteren. Om die reden blijven wij als fractie dit dossier volgen en verwachten wij van het college in 2021 een goed voorbereide evaluatie van deze beleidsnotitie. Dank u wel. Ik denk mevrouw Verschuur van 50PLUS. U kijkt een beetje of ik u overviel met die vraag. Dankjewel, voorzitter. Goed, voorzitter. Vandaag behandelen we het raadsvoorstel beleidsnotitie erven met kwaliteit. De aanleiding van dit raadsvoorstel is dat het rood voor rood beleid niet meer goed aansluit bij de huidige praktijk. Dit beleid wordt vervangen door nieuw beleid. Beleid die meer ontwikkelingen mogelijk maakt en meer landschap ontsierende gebouwen worden gesloopt met als doel de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te verbeteren.
De afgelopen anderhalf jaar is de Raad op verschillende manieren actief betrokken geweest bij de evaluatie Rood voor Rood. Er hebben verschillende informatiebijeenkomsten plaatsgevonden en werkbezoeken. Dit werd door mijn fractie zeer op prijs gesteld. Waar hebben we het over? Wat betekent Rood voor Rood? En wat kunnen we met Rood voor Rood voor inwoners betekenen? De beleidsnotitie Erven met kwaliteit heeft er inzage gelegen en hierop zijn twee schriftelijke zienswijzen ingebracht door Stichting Vitaal Platteland, LTO Noord-Afdeling Vechtdaal en tijdens de oriënterende ronde heeft de heer G. Stroot ingesproken. Onze fractie is dan ook content dat merendeel van de zienswijze is overgenomen. De beleidsnotitie die voor ons ligt is duidelijk en helder. Verwoord wat de inwoners kunnen verwachten, waaraan voldaan moet worden en wat er mogelijk is. Voorzitter, 50PLUS Hardenberg heeft verder geen aanvullende vragen meer, maar wil graag toch nog onderbouwen waarom onze fractie de moties van CU, CDA en het amendement van VVD mede willen indienen. In de beleidsnotitie Erven met kwaliteit onder het kopje aantal woningen en een erfgedachte wordt aangegeven dat er een uitzondering gemaakt wordt of gemaakt kan worden voor innovatieve concepten, waarbij stilgestaan kan worden bij specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen en starters. Bijvoorbeeld door meer ruimte te bieden voor bouw in de vorm van meer woningen onder één kap. CDA, die de motie al heeft ingediend, wordt door 50PLUS mede ingediend. De insteek van deze motie is om een pilot te starten voor het realiseren van 1, 2 of 3 kappen, waarbij een gereduceerde sloopoppervlakte als voorwaarde dient. Zoals iedereen weet is er een tekort aan betaalbare seniorenwoningen en jongerenwoningen. Zowel in het coalitieakkoord als in het verkiezingsprogramma van 50PLUS Hardenberg wordt geformuleerd om een divers aanbod te creëren voor jongeren en senioren. Wethouder, dit zou een van de stappen kunnen zijn. U biedt ruimte en mogelijkheden. Tijdens de oriënterende ronde van 14 januari sprak de heer Stroot zijn zorgen uit over de één erfgedachte. De zorgen die hierdoor kunnen ontstaan ofwel creëren. Onze fractie vindt dat er soepel omgegaan moet worden met het principe van een gezamenlijke inrit. De initiatiefnemers zelf de wensen laten uitspreken om wel of niet over te gaan naar een gezamenlijke inrit. Want laten we wel zijn, een goede buur is onbetaalbaar. Iedereen om ons heen heeft vast wel eens een casus gehoord waarbij een gezamenlijke inrit tot een escalatie uitliep. De VVD zal over het voorstaande een amendement indienen en wordt mede ingediend door 50PLUS Hardenberg. Daarnaast vindt onze fractie dat voorkomen moet worden dat gewenste ontwikkelingen rondom een bouwlocatie niet belemmerd wordt door een letterlijke uitleg van de feitelijke situatie. We hebben het hier dan over de definiëring en de lintbebouwing. Dat de wethouder gaat onderzoeken of dit een belemmering kan zijn om bouwrechten aan te vragen. CU zal over het voorstaande of heeft hier al een motie over ingediend. Tot zover, voorzitter. Dank je wel. Dank u wel. Ik kijk in de richting van de Partij van de Arbeid. De heer Jokans. Dank u wel, voorzitter. Erven met kwaliteit. De Partij van de Arbeid heeft kennis genomen van de beleidsnotitie Erven met kwaliteit. We spreken onze waardering uit voor de beleidsnotitie. Het geeft goed weer wat er op dit moment speelt op het platteland en wat de vragen zijn. We zien echter dat er nog veel meer transities op het platteland op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld de energie- en de klimaattransitie. Wij kunnen ons voorstellen dat die transities ook consequenties hebben voor het landschap, die zich soms slecht verdragen met extra woningbouw op het bestaande erf. Meneer Van den Berg had het er ook al over. Dit vraagt wat ons betreft ook om andere verdienmodellen voor de vrijgekomen agrarische bebouwing die aansluiten bij die transities. Het CDA heeft een motie ingediend over het mogelijk maken van meer woningen onder één kap. Wij vinden dat dat mogelijk gemaakt moet worden passend bij het bestaande erf en rechtdoend aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. De ChristenUnie... Trouwens, we kunnen met die motie kunnen wij instemmen. De ChristenUnie heeft een motie ingediend over de definities van het erf en van het lint. Ik zag wel op de nipper dat die nog wel iets gewijzigd is, maar ik had door tijdsgebrek heb ik dat niet kunnen tot mij nemen wat daarin staat. Dus
Maar het feit dat dit amendement wel een heel uitgebreide toelichting behoeft, geeft al aan dat het niet helemaal duidelijk is wat men nou nastreeft. En belangrijker nog, voor welk probleem is dit een oplossing? Wellicht kan de heer Odink dat nog even toelichten. Met name zijn we bevreesd dat het loslaten van de huidige beperkingen in de linten kan leiden tot Belgische toestanden waarbij elke uitvalsweg van een kern vol wordt gebouwd. Tot slot heeft de VVD ook een motie ingediend die in voorkomende gevallen 2 ontsluitingen per erf mogelijk moet maken. Zoals in de oriënterende ronde al door mij aangegeven, zijn ons geen zaken bekend die tot een probleem hebben geleid. En daarbij komt dat de verkeersveiligheid ook wel moet worden meegewogen. En dat wordt er volgens ons niet beter op. En de ruimtelijke kwaliteit, uiteindelijk wel het doel van deze notitie, profiteert er ook niet van. Het lijkt er daardoor meer op dat het door angst is ingegeven voor problemen die er niet zijn. Al met al draagt het dus niet bij aan erven met kwaliteit en lijkt ons die motie dus overbodig. Echter, de ontwikkelingen gaan zo snel dat een evaluatie van het voorgestelde beleid binnen 2 jaar wenselijk lijkt. En ik wil graag van de wethouder weten hoe hij dit ziet. Dank u wel. Wel even voor de fijnproevers, de motie verwacht ik dat die zometeen ingediend gaat worden, maar hij ligt er nog niet. Maar dan heeft hij vast een voorbeschouwing. Op koers, mevrouw Kelder. Ja, nou doet het het. De beleidsnotitie, erven met kwaliteit. Voorheen de rood voor rood regeling zoals we die kennen. Het voorstel zoals het college heeft ingebracht kunnen wij wel ondersteunen. Maar we willen even letten op de inspraak van LTO en Vitaal Platteland. En daarbij het volgende. Kijk wat kan zodat de kwaliteit van ons buitengebied verbeterd wordt. De motie, daar waar het gaat om 2 kappers en 3 kappers, daarbij de reductie van de sloopmeters, vragen wij ons af of daar goed over is nagedacht. Want we willen niet het platteland volzetten met woningen, toch? Nee, wordt er dan gezegd. Zo'n schuurwoning, die kun je dan als 2-kapper of 3-kapper maken. En dat zou heel mooi zijn voor onze jongeren. Dat lijkt dus ook heel aannemelijk. Maar kijk even hoe de boer, de agrariër, hiermee om moet gaan. Voor hen die zal het bedrijf wat ze voeren er niet makkelijker op worden. Door alle regelgeving wat er nu bekend is en wat er nog zal komen in de komende tijd, betekent wel dat veel boeren zullen gaan stoppen. Maar dat er ook veel boeren zijn die nog groter worden. Dus in de toekomst moeten we dan nog meer zorgen voor die boeren die boer blijven. En die we dan ook nog goed willen bedienen. En veel woningen en inwoners wordt er niet gemakkelijker van. Vandaar dat wij als op koerspunt nu nog niet zeggen dat dit een juiste invulling is. Want wie geeft ons de garantie dat een agrariër vrij kan blijven ondernemen, zonder dat hij last heeft van deze regels die nu worden genomen? De motie daarover kunnen we dan ook niet steunen. Dit ook mede om wat gezegd wordt over lokale jongeren willen we graag in die woningen. Ja, daarbij vragen wij ons af of dit wel toe te passen is. En dat willen we ook graag van de wethouder horen, hoe daar de regels over zijn. Wanneer dus niet kan ingevuld worden met onze jongens, omdat wij ze eigenlijk zo graag willen binden in ons buitengebied, nou, dan kunnen wij dus die toestemming of die goedkeuring niet geven aan de motie. Dan de motie over de 2 inritten, die zullen we gaan steunen, want die hebben we samen
ingediend met de VVD, die dat zometeen gaat uitleggen. Dank u wel. Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen aan mevrouw Kelder? Dat mag. Dank u wel, voorzitter. Heer Rond. Mevrouw Kelder, u heeft het over verwachte moeilijkheden als het gaat over de komst van meervoudige bewoning. Bijvoorbeeld 2 of 3 woningen onder 1 kap ten aanzien van de boeren die dan blijven of andere boeren die uitbreiden rondom die woningen. Kunt u een schets geven van de moeilijkheden die u daarmee verwacht, die anders zijn dus dan als het zou gaan om een enkele woning? Als je als boer uit wilt breiden, dan moet je altijd vergunning hebben. Nou ja, hoe meer inwoners we hebben, hoe meer meningen er zijn. En dat beperkt je in je bedrijfsleven. Voorzitter, nog even een aanvullende vraag hierop. Want u geeft dus aan dat u dus waarschijnlijk meer tegenstand verwacht ten aanzien van uitbreiding, tenminste mogelijk. Omdat er meer mensen zijn, zoveel mensen, zoveel meningen. Terwijl we ook een beleid willen inzetten om juist de lokale mensen de kans te bieden om te blijven wonen in de eigen kern. Dus ja, in feite heb je dan niet zozeer over meer mensen als wel dat die anders gaan wonen en die dan in ieder geval niet wegtrekken. Dat lijkt mij eerder een kans. En bovendien willen we toch niet de mensen ontzeggen om hun mening te kunnen uiten. Nee, dat bedoel ik ook niet. Maar je hebt er wel mee te leven, te werken. En we willen dat eigenlijk het platteland vitaal blijft. Dus dan moet je ook zorgen dat het makkelijk is voor die boeren die daar het platteland vitaal houden. Dus vandaar mijn mening. Goed, mevrouw Kelder, dank u wel. Voorzitter, zou ik mevrouw Kelder nog een vraag mogen stellen? Dat mag. De heer Van den Berg. En mevrouw Kelder, is daar duidelijk omschreven dat de agrarische sector niet belemmerd mag worden. Dus op dat gebied snap ik uw punt niet. En het tweede is, u geeft aan altijd dat u graag woningen wilt voor jongeren. Als ik uw betoog nu zo beluister, dan zegt u heel veel dingen, maar zodra als de daad bij het woord moet worden gevoegd, dan bent u niet thuis. En dat vind ik jammer. Nee, dat heb ik niet bedoeld te zeggen. Er werd mij gezegd van we willen graag de jongeren op het platteland houden. We willen ze hier behouden in de gemeente. En dat doen we dan door 2 kappers en 3 kappers in te zetten over het platteland. Nou, en dat is nou iets wat wij niet, of wat ik niet kan begrijpen, en wij als Apoers ook niet. Dus vandaar onze opmerking, om dat eigenlijk niet te doen. Of de enige mogelijkheid die wij dan zien in de bebouwing, maar zeker niet op het platteland. Maar ik ben het met mij eens, als u een 2 of 3 kapper kunt realiseren, dat de woning goedkoper wordt en dat op die manier jongeren meer kans krijgen in het buitengebied. Nee, maar zo, je wilt dan ook gereduceerde sloopmeters. Kijk, en dat past eigenlijk niet. Ik hou er liever van om duidelijkheid te hebben en dat alles gelijk is. De CDA-fractie houdt van duidelijkheid en houdt van jongeren op het buitengebied. Wij houden ook wel van jongeren in het buitengebied, maar dan wel in de juiste proporties. Dank u wel, allebei. Voorzitter, ik heb ook nog een vraag voor mevrouw Rente. Ja, de heer Jongans. Ja, je komt er niet makkelijk vanaf vandaag. Nee. U spreekt over een vitaal platteland. En bij een vitaal platteland, daar horen ook inwoners bij. En er horen ook voorzieningen bij. Er hoort een dorpshuis, er horen scholen bij. Ik kan me nog herinneren in wat verder verleden dat u zelf daar ook nog voor gepleit heeft dat een school open moest blijven. Onlangs zijn er nog weer een paar scholen dichtgegaan. Vindt u niet dat dan ook op het platteland kans moet zijn voor mensen met kinderen om daar te blijven wonen en om daar ook woonruimte te vinden? Hoort dat ook niet bij een vitaal platteland? Ja, maar dat verbied ik toch ook niet. Ik verbied ze niet om daar te blijven. Ik verbied niet om er te komen. Maar ik zeg,
pas er wel voor op dat dat niet te veel wordt. Nou, uit uw woorden begreep ik meer dat u met een vitaal platteland een vitaal agrarisch bedrijventerrein bedoelt. Nou, dat is er uiteindelijk ook, hè? Want nou, die onderhoudt wel het platteland. Dat is dan duidelijk. Ik kijk even rond of alle vragen gehad hebben. Ja, dat is het geval. De heer Rodemond van D66. Voorzitter, dank u wel. Ja, dat was wel een boeiende discussie over hoe behoud je vitaliteit in het buitengebied. Wil je juist mensen behouden in het buitengebied of liever wat minder mensen? Zodat je wat minder kans hebt om... In ieder geval een vitale discussie. Ja, dat wou ik zeggen inderdaad. Niettemin, los van dat. Wij vinden het als D66 een mooi en helder beleidsstuk wat ons is voorgelegd. Al eerder heb ik aangegeven dat ik graag zou zien dat wij gezamenlijk als raad, maar ook als inwoners van deze gemeente, omzien naar de waarde en de waardevolheid van onze omgeving. Zowel de bebouwde omgeving als het platteland. En in onze ogen is dit een van de goede instrumenten om dit te waarborgen. Niettemin willen we wel graag de motie ondersteunen die het CDA heeft ingediend, mede namens ons, om meerdere woningen onder één kap mogelijk te maken, mits inderdaad dat niet de agrarische sector belemmert en mits dat natuurlijk ook voldoet aan de landschappelijke kwaliteiten die wij kennen. In de motie zijn ook een aantal foto's toegevoegd als voorbeeld van, onder andere uit Staphorst, waardoor je kan zien dat er heel veel mooie oplossingen voor dit punt mogelijk zijn. Ik ben eigenlijk aangezet tot het ondersteunen van deze motie door een gesprek met de afvaardiging van het LTO. Die zeiden van ja, dit moeten we eigenlijk wel willen doen, juist vanwege de waarborg de vitaliteit in het platteland te behouden, omdat we dan jongeren behouden voor ons eigen gebied. En ik woon zelf op het platteland en ik zie dat het heel erg moeilijk is voor jongeren om een goede woning te vinden in het eigen gebied. Men trekt toch weg naar een wat meer stedelijke bebouwing, wat men zelf jammer vindt en wat ik ook jammer vind voor dat buitengebied. Dus met name daarom graag kijkend naar die twee of drie onder één kap woningen in plaats van de leegstaande schuren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. En tenslotte de heer Bak van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Al veel gezegd vanavond. Dus als je als laatste spreker bent, dan blijft er wellicht wat weinig over. Maar allereerst onze complimenten aan de opstellers van de beleidsnotitie. Ook complimenten aan het college, want het is een buitengewoon goed stuk wat ons betreft. Waarbij in ieder geval gezocht is naar de balans. En enerzijds het stellen van kaders en anderzijds het zoeken van maatwerk. Voor de VVD zal het u niet verrassen dat het voor ons belangrijk is dat er niet te veel regels zijn. En dat er ruimte ontstaat om tot mooie en goede initiatieven te komen. En onze zorg is aan de andere kant dat het buitengebied niet verloedert en verarmt. En daarom zijn wij ook voorstander en mede-indiener van motie 1 en motie 2. Ik hoef ze niet te herhalen, door het CDA en door de ChristenUnie ingediend. En voor ons is daarbij belangrijk dat een buitengebied zich kan ontwikkelen en dat er mooie initiatieven gaan ontstaan. En als ik dan even stil blijf staan bij de woningen, de meer onder één kap, om het maar even zo te noemen. Of dat nou 2, 3 of 4 is, dat is voor ons betreft niet zo heel relevant. Maar dat maakt wel dat je een buitengebied leefbaar kunt houden. Leefbaar en vitaal. En dat is wel een van de punten waarvan wij zeggen, dat is belangrijk. En als agrarische sector zou mijn oproep ook zijn, loop daar niet voor weg, maar ga juist die verbinding aan met de medebewoners van het platteland. Want het platteland is, naar onze mening, niet alleen van de agrariër, maar is samen met de agrariërs en de burgers in verbinding om te leven. En dat maakt dat er vitaliteit is, dat je zorg in stand kunt houden, dat je dorpen in stand kunt houden, dat je winkelvoorzieningen en scholen in stand kunt houden. En dat is voor ons het grote belang achter zaken zoals deze. Dat geldt ook voor de twee inritten. Want als je iets moois wilt maken wat er goed en fraai uitziet, kan het wenselijk zijn, vooral als de bestaande situatie al zo is, om over te gaan tot meerdere inritten.
Natuurlijk is veiligheid het punt, maar dat is, zoals wij het op dit moment kunnen zien, vaak niet een probleem. Dus als die mogelijkheid er bestaat en de indieners verzoeken daarom, dan vinden wij ook belangrijk dat het college daarvoor ruimte biedt. Daarvoor hebben wij een motie opgesteld en het dictum daarvan luidt: draagt het college op in het kader van één erfgedachte dusdanig soepel om te gaan met het principe van één gezamenlijk inrit, dat wanneer initiatiefnemers het wenselijk vinden twee inritten te hanteren en dit vanuit praktisch en verkeersveiligheidsoogpunt mogelijk is, twee inritten toe te staan. En ook bij nieuwe aanvragen zou dat dus moeten kunnen. Bij een dergelijke aanvraag op zoek te gaan naar maatwerk. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. We noemen de motie 3. Dank u wel. Samenvattend kunnen wij zeggen dat hier een goed voorstel ligt, waarbij wij geprobeerd hebben om samen met de andere partijen op zoek te gaan naar net iets meer ruimte en iets meer maatwerk, zodat het buitengebied in Hardenberg een vrije ontwikkeling door kan maken in de ingewikkelde transitie die ook in de agrarische sector de komende periode door moet. Dank u wel. In uw alle bijdrage zat al bijna een stemverklaring. Je zou bijna kunnen zeggen, we zouden tot stemming kunnen overgaan, waar het niet dat er nog een aantal vragen gericht is aan wethouder Breukeman. En u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank aan de raad voor de complimenten die vanavond uitgesproken zijn. Die geef ik heel graag door aan de organisatie, maar ook aan de gesprekspartners van de afgelopen maanden, waaronder LTO en Stichting Vitaal Platteland. Mooie samenwerking geweest, denk ik, om tot deze nota te komen. En de vorige keer hebben we uitgebreid stilgestaan bij allerlei zijwegen daarin. Vandaag niet heel veel vragen. Eigenlijk maar twee punten waar gevraagd is om even kort op te reageren. Dat wou ik ook gaan doen en dan meteen maar de doorstap maken naar de moties die zijn ingediend. Want daar moeten we natuurlijk wel even op reageren. Kunnen we niet zomaar over onze kant laten gaan vandaag. Dus we zullen ook pogen om daar nog iets op in te brengen. De Partij van de Arbeid vroeg, het evalueren, is dat niet verstandiger om na 2 jaar te doen? Ik kan me dat aan de ene kant voorstellen, omdat je dan een groter aantal casen hebt, zeg maar, waar je uit zou kunnen putten. Aan de andere kant hou ik ook wel van wat snelheid. En als het ons in het eerste jaar lukt om een aantal goede voorbeelden zeg maar, in beeld te brengen, dan kan het ook een voordeel zijn om met een jaar nog eens even met elkaar te kijken. Ja, waar moet het nou nog net iets scherper, waar zou het nog iets meer mee aan de slag moeten. Maar uw raad vindt daar ongetwijfeld zelf iets van. En mevrouw Kelder vroeg naar die 2 in die 3 kappers. Wat betekent dat dan voor de agrarische in het gebied eigenlijk? De heer Van den Berg deed daar al een voorschotje op. Maar het is inderdaad zo dat de gebieden die we met elkaar hebben aangewezen als landschapsontwikkelgebieden, mag je volgens mij tegenwoordig niet meer zeggen, maar gebieden waar het primaat bij de landbouw ligt, laat ik het dan zo zeggen, dat daar eigenlijk die compensatiewoningen niet gaan landen, zodat je ook de agrarische in dat gebied niet gaat beperken. Dat, voorzitter, waren volgens mij de 2 punten waar ik op moest reageren. En dan ga ik toch maar voorzichtig door naar de moties die zijn ingediend. Op volgorde. De eerste motie, ingebracht door de heer Van den Berg vandaag, die vraagt eigenlijk om voor die 2 en 3 kappers, met het verhaal erbij van om ook jongeren in het buitengebied te kunnen laten landen, om daar te gaan werken met een andere sloopmaat. Om dat eens in een pilot te proberen en dat ook bij de evaluatie te betrekken. Dat als korte samenvatting. Ik merk wel op dat het volgens mij in onze eerdere gesprekken lopende jaren en tijdens de excursie die we met elkaar gehad hebben, dat het daar volgens mij niet zozeer aan de orde is geweest om dit te doen. Hoewel ik de gedachten wel kan volgen. Er is nog iets gezegd over Deventer en Zwolle. Ja, dat klopt. Hè? Daar heb je die regeling wel, maar het is ook niet zo dat het buitengebied van Hardenberg te vergelijken is met dat van Deventer of Zwolle. En dus zullen we wel even met de provincie af moeten stemmen of er ook daar groen licht komt om met die lagere aantallen te gaan werken. En dan zou ik ook graag met de partners die ik net noemde ook in gesprek willen van ja, wat zou een goede casus zijn, wat zou een goede pilot zijn om daar uitvoering aan te geven. En dan krijgt u de terugkoppeling daarvan volgend jaar weer terug. In die zin beginnen we redelijk mild, want u hoort bij het college dus niet heel veel tegenstribbelingen op dit verhaal.
De tweede motie, ingediend door de fractie van de ChristenUnie, die zoekt eigenlijk wat meer naar ruimte en flexibiliteit van waar moeten nou straks die compensatiewoningen gaan landen. En daarbij zou ik willen zeggen, voorzitter, dat ik begrijp welke richting de raad uit wil. Ruimte geven voor ontwikkeling, zodat die sloopopgave zeg maar, ook wordt aangejaagd, wordt gerealiseerd. Maatwerk waar het gaat om de invulling van een bestaand erf. En daar zo mogelijk ook nog wat in te schuiven als dat de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt. Het tweede deel van de motie gaat over wat is nou lintbebouwing en wat niet. Dat was eigenlijk de definitie van dat lint. En ik lees daar wel een hele ruime opvatting over dat begrip. Maar gelukkig ook met de toevoeging dat er geen kwaliteitsverlies van het landschap mag plaatsvinden. En daarmee lees ik volgens mij in uw motie ook dat u nog wel van plan bent om zeg maar, die beekdallen en die essenhoevenlandschappen, die landschapstypen waar we met elkaar heel veel waarde aan hechten, dat die ook wel beschermd moeten worden. En u ziet dat graag in een tweetal casussen terug, om ook bij de evaluatie stil te staan en met elkaar te kijken, lukt het ons nu ook voldoende om die compensatiewoningen te laten landen in onze gemeente? Want dat is best wel een wezenlijke in dit verhaal. Dat is eigenlijk ook een beetje de kern van de notitie die we nu hebben. Hè. Aan de ene kant proberen om die sloopopgave aan te jagen, om mensen in beweging te krijgen, vraag en aanbod bij elkaar brengen in die sloopbank. En aan de andere kant, het is aan u om daar een goede afweging in te maken, je landschap ook beschermen, kwaliteit daarin hoog houden. Dat is een beetje de balans waar we in zitten. En volgens mij bent u met de nuancering in het dictum en de toelichting daarop wel in staat geweest om zeg maar, daarin ook een balans te vinden. En anders komen we daar ook bij de evaluatie met elkaar op terug. Ja, voorzitter, u zult misschien denken drie keer scheepsrecht, drie keer weinig tegenstribbeling vanuit de zijde van het college, maar ja, daarmee, dat zou een iets te positieve voorstelling van zaken zijn, zeg ik er meteen maar bij. Want de motie over twee inritten, ja, voorzitter, daar hebben wij wat meer moeite mee. En ik zal u vertellen waarom. De suggestie in de motie wordt gewekt dat er heel strikt wordt vastgehouden aan de één erfgedachte en dat er automatisch altijd maar één inrit bij is. Terwijl in de praktijk volgens mij al heel vaak gewoon maatwerk wordt geleverd. Het dictum leidt dan ook tot enige verwarring, want maatwerk, ja, daar zijn we zeker voor. En voor zover ik terug kan zien is in 10 jaar casuïstiek er ook slechts één geval waar we een verschil van inzicht overhouden. Het komt dus nauwelijks voor. En de eerste bullet daarentegen, want de tweede bullet vraagt om maatwerk, de eerste bullet daarentegen bevat twee elementen op basis waarvan een inrit zou moeten worden toegestaan. En één is daarvan als mensen dit wenselijk vinden, ik vertaal het even in mijn eigen woorden, en twee als die ruimte er is. En voorzitter, wij vragen ons af of argument 1 wel een verstandige is. Hij is in ieder geval niet ruimtelijk van aard. En bij 2 zal het praktisch niet voorkomen dat er in het buitengebied geen ruimte is om een inrit aan te leggen. En dus zal het vrijwel overal mogelijk zijn. Terwijl volgens het college het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit nou juist centraal moet staan bij deze vraagstukken. En dat wil helemaal niet zeggen dat er overal maar één inrit moet zijn vanuit die één erfgedachte. Want daar waar het veel handiger is, of daar waar het leidt tot een onlogische erfindeling, maken wij met graagte een uitzondering en werken we mee aan een dubbele inrit. En dus, voorzitter, omdat het gaat om een kwaliteitsverbetering van bestaande erven, zou de aanwezige ruimte voor meerdere inritten niet het criterium moeten zijn, maar juist de goede inpassing van het erf in ons landschap. Zeker bij een 2- of een 3-kapper. Maar die opvatting van het college, die kende u al wel. Dus maatwerk ja, maar per definitie ja, dat gaat het college net een stap te ver, voorzitter. En daarmee heb ik alle 3 moties behandeld. Voorzitter. Als ik daar mag reageren. Of wat de heer Breukman aangeeft, het is niet dat wij voorstellen dat per definitie het 2 inritten moeten zijn.
En vandaar dat we ook hebben aangegeven dat het college op zoek moet gaan naar maatwerk. Maar wat wij wel inschatten is, want u geeft ook aan, de afgelopen 10 jaar is er slechts 1 keer voorgekomen. Wij denken dat de komende periode dat anders zal zijn. Dat er grotere bedrijven gesloopt zullen gaan worden. Dan gaat de sector, het is al een aantal keren gezegd, is een transitie. Grotere bedrijven zullen stoppen, bedrijven met meerdere inritten. Sterker nog, het zullen bedrijven zijn met meer dan 2 inritten zelfs. Hè. Ik kan me zo voorstellen dat ook bedrijven stoppen met 3 of 4 inritten. En waar het ons om gaat is dat er een duidelijke afweging gemaakt gaat worden. Dat als de initiatiefnemer met een goed plan komt, hij de mogelijkheid heeft tot 2 inritten. En niet zoals u in het eerste voorstel heeft staan, dat in principe het uitgangssituatie 1 inrit is. Nee, wij willen daar net iets meer ruimte geven voor het maatwerk. En wat ik de vorige keer ook heb gezegd, weg bij de nee tenzij, maar naar de toekomst, de ja maar. En dat is de discussie die hier plaatsvindt. En dat is ook hoe deze motie geïnterpreteerd moet worden. Ja, voorzitter, als ik daar nog op mag reageren. Kijk, u maakt uiteraard zo dadelijk uw eigen afwegingen daarin. Alleen, ik herken me niet zozeer in het beeld dat hier altijd maar een nee tenzij is. Tuurlijk, je probeert met die 1R-gedachte een stukje kwaliteit in je buitengebied te handhaven. En als je nou een woning hebt en je zet er een compensatiewoning naast en je doet het op 1 inrit en je kunt er voor het oog 1R voor maken, volgens mij heb je dan meer kwaliteit in je buitengebied dan wanneer je die woningen naast elkaar zet. En zeker als ik u dan hoor zetten, nou bij een 3 of 4, dan moeten er maar 3 of 4 naast elkaar. Ja, volgens mij krijg je daar een heel ander beeld van in je buitengebied. En nou, wij maken de inschatting dat dat niet bijdraagt aan de kwaliteit in ons buitengebied. Daar waar het logisch is of leidt tot onlogische indelingen en zo. Hè. Die voorbeelden zijn er best. Geen punt. Die 1 inrit is voor ons ook helemaal niet heilig of zo. Alleen om nou maar per definitie te zeggen het moet kunnen. En dat lees ik toch een beetje in uw eerste bullet. Want ja, als het wenselijk is en het past ruimtelijk, dan zou het moeten kunnen. Ja, dan hebben wij daar toch wat moeite mee. En als de heer Bak dan zegt, ja, maar ik verwacht dat het aantal keren waarin dit voor zou komen en dat u het niet eens geworden dat toeneemt. Nou, vind ik moeilijk in te schatten, maar als dat zo is, dan zal dat ook zeker bij de evaluatie wel blijken. En misschien is het goed om daar die discussie met elkaar dan nog even weer nieuw leven in te blazen. Maar die inschattingen, voorzitter, laat ik uiteraard aan uw raad. Voorzitter, dank u wel. Voorstel om dit bij de evaluatie mee te nemen, heer Beukerman, dat vind ik een uitstekend voorstel om te kijken van, wat brengt dit met zich mee. Wat voor ons wel overeind blijft staan is van, we willen niet te veel gaan reguleren en de ruimte bieden aan initiatiefnemers om juist met goede plannen te komen. En daarbij kan de 1 inrit in onze optiek een beperking zijn. En ik denk dat ik dan daarmee ook voldoende onze mening heb weergegeven. Ja, voorzitter, dan zou ik de suggestie willen doen om enkel bullet 2 te laten staan, want dan houden we veel maatwerk in de gemeente. Ik heb 1 vraag openstaan nog. Dat is de vraag van de Jonkans en de Olink over de onderbouwing van motie 2. Misschien kun je daarop reageren. Voor de rest zijn denk ik alle vragen tot dusver allemaal behandeld. Heer Olink. Dank u wel, voorzitter. Ik heb meneer Jonkans al een mail gestuurd met daarin nog een toelichting. En ook de motie zelf. Als je even doorscrollt voorbij de handtekeningen, dan staat er een toelichting. Maar ik wil hem met alle plezier nog even toelichten. De toelichting is dat op, als je dus kijkt naar zeg maar het dictum, het eerste bij de interpretatie van het bestaand erf, de toelichting daarop is dat of op of aansluitend op een bestaand erf terugbouwen. Daarmee voorkom je dat geëist wordt dat een woning letterlijk op het bestaande erf gezet moet worden. Wanneer er bijvoorbeeld een houtsingel om het huidige erf staat, moet dat per se binnen deze singel. Het is dan beter om het erf groter te maken en de singel te verplaatsen. En dit komt de kwaliteit zeg maar, van het landschap te goede. Nou, mijn opmerking ging meer over de lintbebouwing en het gevaar in deze motie zit. Dat heb ik proberen duidelijk te maken. Dat je nu in feite linten gaat laten groeien. En dat bedoelde ik ook met mijn opmerking over Belgische toestanden. Waar het zeer gebruikelijk is om langs uitvalswegen de uitbreiding te realiseren. Terwijl
Het kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordening is juist dat je dat heel erg gecentreerd doet. Nee, en het bezwaar hieraan en het mooie van de vorige regeling was dat je, zeg maar, gaten die zijn gevallen in de linten, dat je die op een goede manier gaat opvullen. Maar ik zie hier het gevaar in van een ongebreidelde uitbreiding van linten. Nee, het is niet de bedoeling, voorzitter, want dat is denk ik een verkeerde uitleg, om de lintbebouwing in die zin te verbreden. De lintbebouwing is juist bedoeld om daar waar bestaande woningen, om die te verdichten of te verlengen. Maar niet om de zichtlijnen, de huidige zichtlijnen zoals we die kennen in de lintbebouwing in het buitengebied, om die te verdichten. Absoluut. Nee, niet verdichten, dat doe je in dorpen. Maar wat u nu doet is het lint langer maken, toch? Ja. Ja, nou, daar, dieper maken. Dat moet je dus niet doen. Want dan heb je dus een lint van, nou, om maar eens wat te noemen, van Radewijk tot aan Hardenberg, wat ooit Hogeweg heette. Nee, dat is een verkeerde voorstelling om het in die zin langer te maken. Het gaat om de bestaande erven, dat je daar op een gegeven moment kunt verlengen. Nou, nee, bestaande erven, dat doe je op bij een erf terugbouwen. We hebben het over linten. En u heeft het over een lint, die ga je verlengen. Nou, dan zeg ik van, als je dus bijvoorbeeld de Hoge Weg hebt, dan ga je van het kanaal tot aan de afslag naar Duitsland toe, dan ga je dat helemaal volbouwen. Nou, dat lijkt mij dus niet wenselijk. En dat lees ik in uw motie en dat is mijn bezwaar daartegen. Okay. Helder. Voorzitter, als ik zo vrij mag zijn. Volgens mij heeft de wethouder in zijn reactie daar ook een duidelijk kader bij gesteld hoe dat gezien wordt en hoe de motie ook bedoeld is daarmee. En dat geven we aan dat de situatie die de heer Jonkans nu schetst vanuit ruimtelijk en landschappelijk oogpunt helemaal niet mogelijk is. Nou ja, goed, ik vroeg aan meneer Orink om hierop te reageren en ik krijg een reactie waarin staat dat het lintbebouwing uitgebreid wordt. Kan de wethouder wel anders nu zeggen, maar dit is wel de tekst die in de motie staat en waar de wethouder aan gehouden wordt. Ik kijk even of deze gedachtenwisseling nog aanleiding is voor de heer Orink om de motie te schrijven. Ik heb er geen opmerking bij en er staat ook wel duidelijk bij in het college en ook in het dictum. Uitgangspunt is dat de linten zonder kwaliteitsverlies van de landschapskenmerken benoemd in de landschapsidentiteitskaarten verdicht of verlengd kunnen worden. Zonder kwaliteitsverlies van. En daarmee hebt u denk ik uw antwoord. Ik kijk even of de discussie voldoende gevoerd is. Ik zie u allemaal knikken. En ik krijg het vermoeden dat u over wil gaan tot besluitvorming. Dat is zo. Ik hoorde in uw bijdrage al een zekere stemverklaring. Ik weet niet of er nog reden is voor stemverklaringen. Nee. Dan gaan we eerst het voorstel in stemming brengen en dan de moties. Akkoord? Wie is er voor het voorstel? Dan begin ik bij PvdA, PvdA, Koers, PVD, CDA. Is nu eerst met algemene stemmen aanvaard. Dan motie 1. Wie zijn daarvoor? Weer dezelfde volgorde. PvdA. Tegen. Voor. En voor. Dan staat met 1 stem ja aangenomen. Met op koers tegen. Dan volgt motie nummer 2. Het bestaande erf, et cetera. Geen weer hetzelfde rondje van de keer. Voor. Tegen. Voor. Dat vermoed ik al. Voor. Dat is aangenomen met PvdA en op koers tegen. En dan tenslotte de laatste motie van de heer Bak en anderen. Dit zal de rondje maar. Voor. Tegen. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor en tegen. Ik moet even rekenen. Gaat heel snel. 9 tegen, dus hij is aangenomen. Dan besluiten we dit onderdeel van de vergadering. Met complimenten aan iedereen die meegewerkt heeft en de grondigheid van de discussie zoals die gevoerd is in 2 vergaderingen.
De ontwerpverklaring van geen bedenking voor de legalisatie van een motorzaak in een voormalig boerderijdeel behoort bij een burgerwoning op het perceel in de Krim. Ik kijk even of daar... Ja, zal ik bij u beginnen, heer Gerling? Dan lopen we zo rond. U schraapt de keel, dus dat wordt een stevig betoog. Nee, voorzitter, dat valt mee. Ik zal het ook proberen zo kort mogelijk te houden. Voorzitter, wat de VVD betreft is het voorliggende dossier geen heel fraai dossier. En spitst de vraag zich toe, eigenlijk de vraag die de CDA-fractie de vorige keer stelde aan de inspreker. Wist u, toen u op de locatie ging wonen, dat op het buurperceel een motorzaak gevestigd was? En dat leidt dan eigenlijk gelijk, voorzitter, tot de vervolgvraag. Hoe relevant is dat nou eigenlijk? Want had de inspreekster niet genoeg aan een eenvoudige bestudering van het bestemmingsplan met een verzoek tot handhaving, omdat er in het onderliggende geval geen correcte invulling is gegeven aan het bestemmingsplan? Of had de inspreekster redelijkerwijs rekening moeten houden met de mogelijkheid dat deze situatie zou worden gelegaliseerd? En voorzitter, ik sta hier in speciaal dat wij natuurlijk wat schriftelijke vragen hebben gesteld onlangs over een vergelijkbaar onderwerp. Want wat de VVD-fractie betreft is er over bestemmingsplannen, handhaving en of de legalisering nog wel het een en ander te zeggen in deze gemeente. Want in sommige gevallen moeten er van een bestemmingsplan worden afgeweken, kosten wat het kostte. De situatie in Bolkbrug ter zake 1 grindwasserij. In andere gevallen is de uitvoering van het bestemmingsplan buitengewoon rigide, ter zake bijvoorbeeld 1 kruidenier in Delensvaart. En dan zijn er nog alle boerenschuren waarvoor het adagium altijd gold onder de vorige portefeuillehouder, legaliseren daar waar het kan. En dan hebben we ondertussen nog allerhande internetwinkels waarvan eigenlijk niemand meer weet hoe het nou precies zit. Want wat mag je nou op welke locatie wel en wat mag er niet? En tenslotte wat nu voor ligt, een volwaardige full-service motorzaak in een boerderij op een zichtlocatie in de Krim. Zoals gezegd hebben wij al vragen gesteld in een vergelijkbare casus aan het college wat nu precies het beleid is ter zake handhaving en of dan wel legalisering in geval van situaties die afwijken van het thans geldende bestemmingsplan. En kort samengevat luidde het antwoord op deze vraag dat er in beginsel handhavend moet worden opgetreden tenzij de uitzicht bestaat op legalisering. En daar gaat het om. Want wanneer is er nou sprake van uitzicht op legalisering? Kun je gedurende 29 jaar uitzicht hebben op legalisering? En wat is de belangenafweging die uiteindelijk ten grondslag ligt aan het besluit? En alleen van onze schriftelijke vragen, voorzitter, zijn we door verschillende partijen benaderd, en ik zal het heel voorzichtig formuleren, die ook even voorzichtig mogelijkerwijs suggereerden dat het nogal wat uit kan maken in de desbetreffende casus wie de belanghebbende partij is bij de legalisering, dan wel wie de klager is en hoeveel connecties er zijn binnen dit huis. En ik hoop dat ik het voldoende zorgvuldig heb geformuleerd om niemand bij voorbaat op tenen te trappen. Maar voorzitter, deze suggestie alleen al van mogelijk ongelijke behandeling, maar ook het voorkomen van nog meer slopende procedures in vergelijkbare gevallen, zou voor u mogelijkwijs aanleiding moeten zijn om helder beleid te ontwikkelen ter zake dit onderwerp. Meneer Bak zei het al, de VVD heeft geen behoefte aan te veel regels, maar wat kaders in deze zouden welkom zijn. En daarom vragen wij u ook om toch wat meer duidelijkheid te brengen ter zake handhaving en of legalisering door middel van een beleidsnotitie die vervolgens in deze vergadering kan worden behandeld. En dan terug naar de choppers, de Harley Davidsons in de Krim. Voorzitter, wat nu te doen ter zake het onderliggende raadsvoorstel om te verklaren dat wij geen bedenkingen hebben tegen de voorliggende legalisatie? Want bedenkingen heeft de VVD-fractie eigenlijk wel. Alleen vinden wij niet dat de gemeente na 29 jaren van kennelijk gedogen nu ineens zou kunnen besluiten om een einde te maken aan de ontstane situatie. En ook is de VVD-fractie het oneens met de inspreker dat legalisering het woongenot ineens ingrijpend zal veranderen. De onderneming zit er immers al ruim 29 jaar en volgens de website nog langer. En daarmee dus ruim voordat de inspreekster op de betreffende locatie is gaan wonen. En daarmee is dan ook de vraag wat de VVD betreft beantwoord of de inspreker mogelijkerwijs rekening had moeten houden met de feitelijke situatie. En, niet onbelangrijk, de mogelijkheid tot legalisering daarvan. Immers deze mogelijkheid bestaat. Voorlopig, voorzitter, vertrouwt de VVD-fractie op dat het college zorgvuldig is geweest in haar besluitvoering. En zullen wij niet geheel zonder bedenkingen instemmen met het voorliggende raadsvoorstel.
maar zouden wij graag een beleidsnotitie tegemoet zien. Dank u wel. Kijken of er vragen zijn. Ja, zeker. Okay. Dan kom ik bij de heer. Ja. De heer Van der Wel. Ja, voorzitter, toch wel even de behoefte om te reageren eigenlijk. U probeert voorzichtig uw woorden te kiezen, maar u kunt ook voorzichtig gewoon tegen gaan staan. En bij mij gebeurt dat eerlijk gezegd wel een beetje, want je kunt ook voorzichtig twijfelen aan integriteit. En ik had wel het gevoel dat dat bij de bijdrage van de heer Gelling nu een beetje gebeurde. En ik vind eigenlijk dat u dan ook namen en rugnummers moet noemen als u dat werkelijk vindt. En niet zomaar in het wilde weg iets moet gaan suggereren, want daar heb ik wel wat moeite mee, zeg ik eerlijk. Dat wil ik graag doen. Alleen betreft het dan in het onderliggende dossier waar wij vragen over hebben gesteld, gewoon namen van ambtenaren die bepaalde uitlatingen hebben gedaan. En volgens mij is het in dit huis een goede gewoonte om daar geen rugnummers aan toe te kunnen. Dus lijkt het mij onverstandig hier om aan te geven wat waar gezegd is. Wat ik u wel kan meegeven is dat in het geval waar wij de vragen over gesteld hebben, daar weet u van om wie het gaat. Bijvoorbeeld een paar meter verder een kantoorboekhandel zit, die u ook ongetwijfeld kent, die wel een particuliere dingen mag verkopen. En dat daar wat uitlatingen zijn gedaan over mensen in dit huis, wil ik u graag een keer over informeren. Maar lijkt mij nogmaals onbehoorlijk om de gevraagde rugnummers in zoverre te geven dat het gewoon mensen betreft. Ja, zeker. Maar uiteindelijk praten wij hier over de bestuurlijke verantwoordelijkheid. En daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Want en die wordt wat mij betreft dan ter discussie gesteld. Want uiteindelijk is er iemand politiek verantwoordelijk. En u stelt daarbij een integriteitsvraag en is er dus een bestuurder verantwoordelijk voor de ambtenaren die u noemt. Dus nou ja, dan ben ik wel benieuwd wat u daar dan... Ja, voorzitter, toch een kleine correctie. Ik wil even verder aanscherpen, want uiteindelijk u als raad het laatste woord heeft. Overigens, een kleine correctie. Ik vertel u hier dat niet ik dat vind, maar dat wij benaderd zijn door verschillende partijen die sterk het gevoel hebben dat het nogal wat uit kan maken in... hoeverre je beschikt over de juiste connectie om iets gedaan te krijgen. En dat is, en dat kan ik u... Ik kan een ambtenaar noemen die het gezegd heeft, maar dat lijkt mij buitengewoon onwenselijk. Het lijkt mij overigens ook, en laat u wel het belangrijkste zaak overigens leren, het lijkt mij ook onwenselijk om binnen deze organisatie alleen al de suggestie te hebben dat dat mogelijkwijs interessant zou kunnen zijn. Nee, maar dat bedoel ik dus. Met de manier waarop u het formuleert, suggereert u wel iets. En of u moet dan een statement maken en zeggen van ik denk dat dit zo is. Of u moet het volgens mij niet zeggen. En dat is mijn punt. Want nu zegt u eigenlijk stiekem wel iets, maar zegt u het ook niet. Krijg ik een beetje jeuk van. Nou ja, voorzitter, met uw instemming nog even. Kijk, ik denk niet dat ik dat zeg. Wat ik u probeer aan te geven aan de raad hier is dat er... dat wij benaderd zijn door verschillende partijen, maar één heeft ons aandacht toegegeven om daar vragen over te stellen. En daar wil ik u graag meenemen over hoe dat allemaal gegaan is. Maar het lijkt mij dus verstandig nogmaals om dat niet hier te doen, omdat dat uw chance is binnen deze vergadering. En het enige wat ik u zeg is dat ik het, laat ik het omdraaien, als ik hier verantwoordelijk bestuurder zou zijn, het heel vervelend zou vinden als er mogelijkerwijs ergens een suggestie zou worden gewekt door mensen die proberen een situatie gelegaliseerd te krijgen, dan wel niet. Dat daarbij iets wordt gezegd van joh, de ene keer wel, de andere keer niet. En volgens mij, en laat dat dan heel helder zijn, en dat is mijn vraag die ik namens mijn fractie hier stel, voorkom je dat in ieder geval? Dus voorkom je dit soort van discussies zeker als je een kader hebt waarbinnen blijkt wanneer wel en wanneer niet? Ja, zonder al te veel regels, maar kan ik tot een groot gedeelte volgen, maar laten we dan ook even de rollen scheiden. U heeft als raadslid heeft u een controlerende rol. Wij zijn hier om dit bestuur te controleren en uiteindelijk daar hebben we de laatste stem in. Dan is het volgens mij uw taak als volksvertegenwoordiger dat u dan, als u dit soort berichten ter oren komt, iets dieper in die materie duikt, zodat u ook duidelijker met feiten deze stelling kan onderbouwen. En nu legt u iets neer waarvan niemand iets kan controleren, waar mensen zich niet van kunnen verdedigen en waar er toch een beetje een sfeer ontstaat van, nou, zou het dan wel of niet zo zijn? Volgens mij bent u gewoon net iets te vroeg met iets te zeggen of te suggereren. En had u misschien nog even iets meer huiswerk moeten doen. Nou, voorzitter, nu voel ik mij bijna persoonlijk aangesproken hier. Alsof mijn huiswerkopgave niet deugt. Maar wellicht heeft u onze schriftelijke vragen gemist in zaken het dossier. En dat is ook de reden
dat wij behoefte hebben aan een verduidelijking daarin. Ik denk dat dat eigenlijk alles zegt. Er is een ondernemer, en laat ik het anders formuleren, ook nog in de communicatie, die hier in dit huis aan deze balie te horen heeft gekregen dat een bepaalde oplossing kon. Dat blijkt later niet zo te zijn. En daar is dan, heeft u ook gelezen, de reactie van het college, dat de desbetreffende ondernemer niet verkeerd, maar onvolledig is voorgelegd. Nou, dat is ook iets wat mij, als ik hier bestuurder zou zijn, zou wij dat, denk ik, behoorlijk raken. En dat zijn geen dingen die ik bedenk. Dat zijn dingen die u gezien heeft. Onze dossiervoorbereiding heeft dat tot gevolg gehad. Maar er zijn meer voorbeelden. We hebben nog wat voorbeelden aangehaald van een fietsenzaak in Lutten, mogelijkwijs, waar fietsen voor de deur zouden staan, waar ook al eerder dingen over gezegd zijn. Dus volgens mij is het aan de opbouw van het dossier niet zozeer te wijten. Begrijp ik dat u het vervelend vindt, en dat ziet u. Ik zou het ook vervelend vinden als ik een mogelijke suggestie zou krijgen zoals ik dat hier voorlees. Maar ik zou hem eerder te hand nemen dan proberen om daar om hem weg te poetsen. Ten overvloed nog, als raad heeft u een zaak als deze het laatste woord. Dat bent u nu voorzitter, maar ik zal dan bij deze het laatste woord nemen. Dank u wel. Heer Bosover. Ja, dank u wel, voorzitter. Nu ziet u waarom ik zo net ervoor koos om te blijven zitten, want het is een flinke wandeling. Voorzitter, een verklaring van geen bedenkingen. De VVD heeft net al even geschetst hoe zij dat afwogen en laat ik dat ook doen. Met de verklaring van geen bedenkingen, toen hebben wij gekeken, kunnen wij dan ook hierover zeggen, in alle eerlijkheid, dat wij geen bedenkingen hebben. En dan kijken we terug naar de afgelopen oriënterende ronde, waarin met name vragen over het effect van omwonenden kwamen, terechte vragen. En in de richting van collega, of tegenwoordig ambtsgenoot, schijn je te moeten zeggen, Rodemond van D66 zei de wethouder vol passie dat het aan de communicatie niet heeft gelegen. De burgemeester zou een bemiddelingspoging hebben gedaan, met omwonenden hebben gesproken, in het gebied zijn geweest. Nou, dan denken wij, dan heeft het niet aan de communicatie gelegen. Twijfelen wij daar toch aan als wij dan van omwonenden lezen dat zij daar niets van weet? Voorzitter, dat geeft toch wel wat bedenkingen. En dan ook het ruimtelijke aspect. Vinden wij het verstandig om een dergelijke zaak met zware motoren te vestigen op die plek waar mensen dichtbij wonen? Vinden wij dat een passende ruimtelijke inrichting? Ook daarover hebben wij bedenkingen. En we weten allemaal dat er een zienswijze zal gaan komen. De zienswijze hebben we zelfs al gekregen, ondanks dat hij formeel nog niet ingediend kan worden, want zover is het proces nog niet. Voorzitter, dat brengt dus dat wij wel degelijk vraagtekens zetten bij een dergelijke onderneming op die plaats. En dan moeten wij ook vraagtekens zetten bij of wij wel een verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven. En onderaan de streep, voorzitter, komen wij dan tot een andere conclusie dan de VVD en vinden wij dat het ons niet past om een verklaring van geen bedenkingen te steunen. Tot dusver, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk nog voorzitter, in uw richting. Voorzitter, zou ik even een ordevoorstel mogen doen? Ik kijk even. Ja, de heer Van den Berg. Ik zou graag een ordevoorstel doen, maar we praten hier volgens mij niet over het agendapunt, maar heel veel stukken en dingen die ik nu hoor voorbij komen, gaat over emotie. Ik zou me graag willen beperken tot het agendastuk. U bent de volgende woordvoerder, dus u heeft hierbij meteen het woord. Sorry, meneer de voorzitter, ik ben geen woordvoerder. Dat is de heer Van der Wel. Nou, ik kan heel kort zeggen, maar mevrouw Vetker is eigenlijk onze woordvoerder, maar die zou dan zeggen dat wij akkoord zijn. En meer hebben wij ook niet te zeggen, dus ik veeg aan u het gras voor de voeten weg, maar u vraagt het mij. Ik heb nu al veel meer woorden gebruikt dan dat ik eigenlijk had willen gebruiken. We gaan richting ChristenUnie. Niet het woord, richting 50+. PvdA-fractie, de heer Wiet, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, bij het lezen van alle stukken had de PvdA in eerste instantie zijn bedenkingen. We vroegen ons af hoe het kon dat de eigenaar van de motorzaak jarenlang zijn activiteiten kon uitvoeren zonder een wijziging van het bestemmingsplan.
We hadden ook het gevoel dat wij hem zouden belonen als wij nu voor legalisatie zouden stemmen. Maar we hebben aan de ambtenaren de vraag gesteld of de eigenaar ook eerdere acties heeft ondernomen om zijn zaak te legaliseren. Wat blijkt? Op 5 december 2002 heeft de gemeente met de eigenaar afgesproken dat bij een herziening van het bestemmingsplan buitengebied deze motorzaak zou worden meegenomen in de beoordeling. Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Hardenberg is pas in 2013 herzien. Toen heeft de gemeente verzuimd om voor dit perceel de bestemming te wijzigen in het bestemmingsplan. De eigenaar ging ervan uit dat de gemeente de toezegging ging uitvoeren en daarom heeft de eigenaar toen geen zienswijze ingediend voor een bedrijfsbestemming. Kortom, de eigenaar treft in onze ogen weinig belang. Maar voorzitter, wij snappen dat de bewoners van het naastgelegen perceel hier wellicht een boodschap aan hebben. Wij gunnen de bewoners van het naastgelegen pand een fijne leefomgeving en een goed woongenot. Maar wij vermoeden, voorzitter, dat de activiteiten met de motoren niet alleen in panden plaatsvinden, maar dat als de deuren openstaan in verband met bijvoorbeeld uitlaatgassen of dat de motoren van en naar de werkplaats moeten worden gereden. Want de Harley Davidson, zoals je weet, kijk vanuit, dat zijn, die staan namelijk bekend om hun karakteristieke, verrijkende en vooral doordringende geluid. Hierdoor bestaat het risico dat de leefomgeving en het woongenot van de direct omwonenden permanent wordt aangetast. Verder is er een grote kans, voorzitter, op de indiening van zienswijze. De bewoners van het naastgelegen perceel hebben namelijk principiële bezwaren geuit tegen de plannen van de motorzaakeigenaar. Dit blijkt uit de inspraak tijdens de oriënterende ronde van 14 januari jongstleden en de reeds ingediende zienswijze op 19 maart 2019 en 22 mei 2019. Ze waren wel prematuur, maar toch. De bezwaren zullen ons inziens blijven en zullen leiden tot langere procedures totdat het probleem over het geluid is opgelost. Dit moeten wij niet willen en het probleem nu aanpakken. Voorzitter, wij roepen de wethouder op om nogmaals met partijen in gesprek te gaan om te komen tot een passende oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Ook roepen wij de wethouder op om ervoor te zorgen dat er regelmatige controles plaatsvinden op de wet geluidshinder en dat bij overtreding hiervan handhavend wordt opgetreden. Graag een reactie van de wethouder hierop. Dan, voorzitter, wij gaan akkoord met de legalisatie. Dank u wel. Dank u wel. De fractie van Op Koers. Kijk wie daar de motoren in portefeuille heeft. Niemand van u. D66, die Rodemond. Als laatste. Voorzitter, dank u wel. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te houden. En ik voelde me enigszins geroepen, gezien de discussie vorige keer in de oriënterende ronde op dit agendapunt, om toch iets te zeggen. Alhoewel GroenLinks al een heleboel gras voor mijn voeten heeft weggemaaid zojuist. Waarom ik de vorige keer bij de oriënterende ronde heb gereageerd zoals ik heb gereageerd, is niet om in twijfel te trekken dat dit college of dit bestuur haar best doet als het gaat om de wederzijdse belangen bij een ontwikkeling van een gebied. Maar juist omdat ik zie, ook in de inspraak vorige keer, dat beleidskaders vaak niet passen bij de beleving van de omwonenden als het gaat over de ontwikkeling van een gebied. En zojuist hebben we gesproken over de kwaliteit van ons buitengebied. En die kwaliteit wordt blijkbaar verschillend ervaren door verschillende partijen.
En daarom was het vorige keer en blijft ook vandaag mijn oproep om tussen die partijen in te gaan staan en te blijven staan als het gaat om dit soort ontwikkelingen. En eerlijk gezegd kan ik geen bedenken op dit agendapunt, zeker niet omdat deze motorzaak al bijna cultureel erfgoed is in de Krim. Dat gezegd hebbende, gun ik het ook de omwonenden, ook de mensen die later zijn gekomen in onze gemeente, dat zij de kwaliteit die wij hebben in ons buitengebied blijven ervaren zoals zij dat willen ervaren. Dat betekent dat ik me eigenlijk een beetje schaar achter de woorden van de heer Wiet. Laten we proberen om, handhavend, maar oplettend met elkaar te blijven als het gaat over geluid en andere verstoringen van onze inwoners. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Er zijn niet veel vragen overgebleven, maar wel even een reactie op twee punten. Ik begin even bij de heer Wiet, die eigenlijk ingaat op het verhaal van het geluid. We hebben na de oriënterende ronde ook de maatwerkvoorschriften toegevoegd aan uw lijst met stukken. En natuurlijk is het zo dat als, maar dat geldt nu ook al, de inrichting moet voldoen aan de voorschriften die daarin zijn opgenomen. En als er signalen komen van overtredingen van de maatwerkvoorschriften, die zijn toegespitst speciaal op het geluid, dan moet er ook contact over zijn en dan hebben we daar ook de omgevingsdienst voor om daar ook op toe te zien. U vroeg ook nog even naar, je bent nog bereid om nog een gesprek aan te gaan met de inspreker van vorige keer. Ik heb haar vanmiddag ook even gebeld in aanloop van de discussie van vanavond. En ook afgesproken dat we dat binnenkort nog eens een keer overdoen met een bakje koffie. Dus dat en die oproep wordt dan in ieder geval voldaan. Ja, voorzitter, heel kort even op dat wat wel of niet een suggestie vanuit de hoek van de VVD was. Ik heb niet de behoefte om daar nu heel diep op in te gaan. Maar ik zou wel aan willen stippen dat als er gesuggereerd wordt dat er sprake is van willekeur of wat dan ook, dat daar in de ogen van het college absoluut geen sprake van is. En als die signalen er wel zijn, dan denk ik dat het goed is dat u ook gebruik maakt van uw controlerende functie als raadslid, daarop toe gaat zien en dat we daar dan met elkaar ook het gesprek over hebben welke casus dat dan betreft. Dat lijkt me het meest verstandige in die route. Het is wel zo, want we hebben nog even een voorbeeld genoemd, bijvoorbeeld Jacobsbalkbrug. Nou, ik heb helemaal geen zin om te gaan zitten jijbakken vanavond, maar ik zou haast de vraag stellen, het bestemmingsplan hebben we met elkaar volgens mij vastgesteld. En daar waar het gaat om wel of geen legalisatie, dan kijk je naar, wat heb je nou beleidsmatig aan handvatten, aan kaders waar je aan kunt toetsen. En dat beleid, voorzitter, dat stelt u zelf vast. En zo heeft u bijvoorbeeld in uw visie op delen van het buitengebied, die u ook beschrijft in uw landschapstypen, wel gemeend dat in leegstaande boerderijdelen, dat daar ook een vervolgfunctie mag komen. Dus wij kijken ook van, past het nou in het beleid dat we hier in de gemeente hebben? En dan zeggen wij, op deze locatie, bebouwing in het lint, waar meerdere bedrijfssoorten ook voorkomen, waar u van heeft gezegd, beleidsmatig, daar moeten ook vervolgfuncties mogelijk zijn. Dan is dat voor ons een afweging om te maken. En dan ga je kijken, nu gaan we toetsen aan de ruimtelijke ordening. En dan kom je op het eind van de streep tot de conclusie, is het wel of niet in overeenstemming te brengen met een goede ruimtelijke ordening. En in die zin zijn het ook die ruimtelijke argumenten die u moet gebruiken om al dan niet een verklaring van geen bedenking af te geven. Maar die vrijheid is uiteraard bij u. En een ander voorbeeld kan ik me voorstellen, want u refereerde ook nog aan wat schriftelijke vragen. U heeft bijvoorbeeld in de detailhandel structuurvisie heel helder neergezet waar u detailhandel en retail in uw gemeente wilt laten plaatsvinden. Dus als er een dergelijk verzoek komt, dan kijkt dit college ook weer even, wat heeft uw raad beleidsmatig vastgesteld? En dat is het eerste kader waar we aan meten voordat we de doorstap maken
die tweede stap of het wel of niet in overeenstemming te brengen is met een goede ruimtelijke ordening met oog voor het goede woon- en leefklimaat daarin. En heel veel meer wou ik er eigenlijk niet over zeggen, voorzitter. Voorzitter, mag ik daar nog een korte reactie op geven? Want u zegt, de bestemmingsplan Jacobs is vastgesteld. Nou, niet door ons, voorzitter. We waren de enige volgens mij die daar tegen gestemd heeft. En corrigeert u mij als ik het fout heb. Dat was ook nodig, dat bestemmingsplan. Omdat Jacobs een plek zat waar die volgens het bestemmingsplan niet mocht zitten. Dus daar moest ook een nieuw bestemmingsplan komen. En daar gaat het nou juist om in deze discussie. Dat het de ene keer dat u tot aan de Raad van State gaat om in afwijking van een bestemmingsplan dat wel voor elkaar te krijgen. En in een ander geval niet. En hetzelfde geldt, en dat heb ik u tijdens de ode onder ook al aangegeven, dat er nogal een aantal ondernemers is die zich, om het zo te zeggen, muis stilhouden. Om ze denken, nou ja, zolang we hier zitten, zitten we hier. En anderen, als er dan een klager of een inspreker of net wat, dat daar dan maatregelen tegen getroffen moet worden. Terwijl er, en dat vind ik een beetje precair, maar goed, ik heb net al wat informatie gegeven, dat daar de suggestie was wordt gewerkt van ja, nou ja, ik weet niet waarom de een wel en waarom de ander niet. En dat is het enige punt wat wij u wilden meegeven. Het lijkt mij wat onwenselijk om die onduidelijkheid te behouden. Want met name met die internetwinkels, en ook dat heb ik u al eens eerder de casus voorgelegd, is het, en dat heb ik ook gehoord hier van mensen die moeten handhaven, wat lastig om in te schatten of het nog een internetwinkel betreft als er 12 fietsen voor de deur staan, een werkplaats achter het huis zit en je gewoon contant kunt afrekenen. Ik begrijp dat het kader ingewikkeld is, maar u begrijpt ook dat een andere winkelier het best wel navindt dat hij of zij moet stoppen op een locatie, terwijl hij of zij in ieder geval vindt dat in een ander geval daar mogelijkerwijs eenzelfde casus speelt. Maar vandaar onze vraag, zou het niet wenselijk zijn om ter voorkoming van dat soort onduidelijkheid iets meer kaders te stellen dan er nu zijn? Goed, dat was het verzoek wat wij aan u wilden doen. Uw punt was duidelijk en daar heeft de wethouder op gereageerd. Voorzitter, mag ik daar aan toevoegen? Kijk, en dat vind ik dus een goed punt. Dat we kijken naar dat beleid. Dat vind ik een plezierige manier van hoe we daar dan naar gaan kijken. Dus daar ben ik blij mee. Als dat uw punt was, dan was misschien de manier waarop het bij mij binnenkwam. Of uw verwoording wellicht wel ongelukkig, hè? Zender ontvangen. Maar als dat uw punt is, nou ja, dan kun je er van mening over verschillen eventueel. Om dat ter discussie te stellen, dat lijkt mij prima. Ja, tenslotte nog, of ik nou ongelukkig formuleerde of meneer Van der Wel wat sensitief is als het zijn eigen wethouder betreft, dan lijkt ik graag in het midden. Ja. In ieder geval goed misschien, voorzitter, dat het college dan de discussie in het kaderstellende gremium van harte tegemoet ziet. Met deze conclusie denk ik dat we over kunnen gaan tot stemming. Want voor u ligt de ontwerpverklaring van geen bedenking, et cetera. Ik kijk of er nog stemverklaringen afgegeven moeten worden. Die zaterdag al aardig in uw bijdrage vervat. Dan beginnen we stemmen dit keer bij de ChristenUnie. Fractie van ChristenUnie. Voor. CDA voor. Tegen. Ja, inderdaad, wij stemmen tegen. Aangekondigd, VVD voor. Voor. Dat is aangenomen met één stem tegen. Wij komen op een ander onderwerp. Mevrouw Van de Veen, u het woord. Een motie vreemd aan de orde van de dag. Voorzitter, in 2017 publiceerde de Saxenburg Groep een bericht waarin aandacht werd gevraagd voor de Wereldpremature Dag. In dit bericht schreven zij, en ik citeer, in Nederland worden jaarlijks 15.000 baby's te vroeg geboren. Dit zijn 600 kleuterklassen vol. Ongeveer 1000 baby's per jaar overlijden aan de gevolgen van hun vroeggeboorte. Ook in onze gemeente worden families ongevraagd met deze situatie geconfronteerd. Organisaties, zoals Stichting Stil Fotografie, staan deze families bij door een herinnering te geven aan een moment van liefde wat niet vergeten mag worden. Voorzitter, het doet ons bij de ChristenUnie stilstaan bij de kwetsbaarheid in het leven. En in onze gemeente werd in 2018 een bedrag beschikbaar gesteld om op de Larikshof een troostboom te plaatsen. Deze troostboom biedt een plek voor families om een gedenkvlinder voor hun stilgeboren premature kindje te plaatsen.
Aan het maken van een vlinder zitten kosten verbonden. En deze kosten vallen op dit moment nog voor rekening van de aanvrager. De kosten per gedenkvlinder zijn €287. De ChristenUnie is van mening dat het voor elke inwoner van de gemeente Hardenberg financieel haalbaar moet zijn om een gedenkvlinder in de troostboom te kunnen plaatsen. Financiën mogen hierin geen belemmering zijn. De ChristenUnie dient dan ook, samen met het CDA, 50PLUS, GroenLinks en D66, de motie gedenkvlinder in, waarvan het dictum luidt, draagt het college op om bij voorkeur binnen de begroting 2020, maar uiterlijk met ingang van 1 januari 2021, de tegemoetkoming aan €287 per gedenkvlinder per aanvraag uit de doelgroep gezinnen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm te dekken binnen de reguliere begroting. We horen graag of wethouder deze motie in uitvoering wil stellen en zien de reactie van portefeuillehouder tegemoet. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Het kan zijn dat er vooraf vragen nu richting zijn als indiener van de motie. Kijk even rond of dat zo is. Ja, mevrouw Koekhorst. Even een kleine huishoudelijke mededeling. Mevrouw van de Veen en ik hebben in het weekend contact gehad en wij zijn ook mede-indiener. Partij van de Arbeid. Ik zag dat we er niet op stonden, maar het is vast een foutje. Dan staat hij er nu wel onder. Even rond verder. Of er verder bepaalde vragen zijn. Is bijna al mee ondertekend. Hè? Dus wat dat betreft zou het ook bijzonder zijn. Kijk even rond vanuit het college. Wie kan er iets van zeggen? Denk mevrouw Luijten. Dank u wel, voorzitter. We kunnen er kort over zijn. We hebben dat natuurlijk ook meegekregen in het college. En dat is een groot drama. En dat kan inderdaad niet zo zijn dat mensen met zo weinig inkomen van deze mogelijkheid eigenlijk worden ontnomen. Dus wij kunnen ons voorstellen dat wij de bijzondere bijstand deze categorie toevoegen. Het gaat om een heel klein aantal, maar voor die mensen wel zeer betekenisvol. En dan zouden die mensen, maar dat is dan ook alleen de mensen die daarvoor in aanmerking komen, dus die inderdaad op dat minimum of daaronder leven, dat daarvoor een bijdrage zouden kunnen aanvragen. Dat kan ik u namens het college hierop antwoorden. Dank u wel. Zegt u dat is een mooi moment om de motie maar in stemming te brengen? Ja. Zijn er stemverklaringen vanuit uw kant? Dat is niet zo. Wie is ervoor? Loop ik even het rondje. Ik zie allemaal knikken. Op koers ook, hè? Ja, dan is hij met algemene stemmen aangenomen. Gefeliciteerd. En ik hoop dat er heel weinig gebruik van gemaakt wordt. En niet zozeer om financiële redenen. We komen aan bij een aantal hamerstukken. Waarbij er een stemverklaring mogelijk is. We beginnen met de sluiting van de klimop in de Krim. En ik kijk even rond of daar een stemverklaring op afgelegd moet worden. Dat is niet het geval. Kan ik dan bij acclamatie accorderen? Is zo het algemene stemmen? Vervolgens hebben stemmers van buitengebied Hardenberg, met name het stukje De Lutte hier. En daar stemverklaringen. Ook niet het geval. Kijk even rond of dat met algemene stemmen is. U allen knikken. Vervolgens de kredietaanvraag voor de realisatie van een stuurconstructie in Balkbrug. Daar een stemverklaring. Ook daar sprake van algemene stemmen. Weer een instemmende knik. Vervolgens de borgstelling saneringskredietenschuld dienstverlening. Kijken we de stemverklaring. Nee. Algemene stemmen. Ja. Dus die aangenomen. En dan de lijst van ingekomen stukken. Daar stemt die ook mee in, zie ik. Dan komen we bij de rondvraag. En ik ga eens eventjes linksom deze keer.
ik even rond ben bij de VVD, bij CDA. Nee, dan sluit ik hierbij de vergadering. Dank u wel.